allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Stardew Valley, aflevering 2. Het spel is echt nog een beetje een mysterie voor mij en ja, ik vind het wel heel leuk, want er is gewoon van alles te doen. En volgens mij kan je gewoon zelf bepalen wat je gaat doen. In elk geval ben ik erachter dat het in één keer donker wordt, net als bij Minecraft, en dan ga je gewoon slapen. Hier, Weather Report. Gisteren zei hij dus, of hè, in de vorige aflevering, maar dat hebben we niet gezien, wat het weer wordt. En nou ja, vandaag gaat het de hele dag regenen. Maar, en morgen dan is er een beetje... Kijk uit voor polder staat er zelfs. Oh ja, en waar ik ook achter kwam, is als ik op Ask druk. Kijk, mijn skills en zo. En je kan ook combat en fishing. Working, mining. Dit is toch cool? Hier, sociaal. Oh, kijk, dit zijn alle mensen. Oeh, zuidelijk haar. Kijk, en dan heb ik hier de map. Dus dit is dus mijn huis. Marnie's Ranch. Daar ben ik dus geweest. Hier ben ik geweest. En hier is dus iets. En daar moet ik mezelf een weg naartoe gaan. Oké, maar ik ben wel heel benieuwd. Kijk, en dan kan je hier je collecties aan wat je allemaal hebt. Game... spul en hier staat dan, nou ja, hoe lang de dag duurt en of het dus gaat regenen, wat voor tijd het is, hoeveel geld ik heb en mijn journal. Cultivate and harvest a parsnip. En ik moet dus mensen, dat is mijn journal, maar die kan ik volgens mij ook helemaal links laten liggen. Nou ja, en ondanks dat het regent, ja, ik denk dat we maar even... dit allemaal aan de kant gaan doen. Want als ik wat... Wow, dat gaat snel. Wow. Dit gaat echt snel. Dat is nice. Ik wil wel een nette tuin. Die boom die kan ik niet doen. Maar serieus, wat gaat dit snel? Hier, hoppa, hoppa, fiber. En ik vind ook van alles. Oké, dit is echt leuk. Ik vind het echt te grappig. En er is dus ook een grot waar je in kan. Oh ja, en mijn energielabel. Als je gaat slapen krijg je energie bij. Dus je hoeft niet te eten, zoals in Minecraft. Oké, let's go. Oh, dit is echt leuk. Hoppa, kijk hoe hard en snel ik dit kan. Mix het seeds. Hoppatee. Ik denk dat we sowieso maar gaan beginnen met farming. Want ik denk dat we daar ook geld aan kunnen verdienen. Oh nee, daar wou ik niet heen. Kijk, hier is ook nog een grot. En dit is... Hier, die grot die maakt ook geluid. Ik vind het veel te leuk om met die ding al dat gras te verwijderen. Kijk dan, hoeveel. Let's go with the flow. En dit is allemaal van mij, hè, dit. Dit is echt allemaal van mij. Hoepa. Dit is echt te grappig. Fiber. Oké. Misschien dat ik even hier nog verder. Oh. Het is wel echt een rotzooitje hoor. Hey. Ik wil eigenlijk wel even in die grot kijken. Hoppatee. En volgens mij kun je echt alles overal voor gebruiken. Ja, die moeten nog even weg. Een axe. Kijk, als ik een farmpje wil beginnen, dan wil ik dat wel goed doen. Dus zeg maar. Kan ik die boom ook doen? Nee dus. Ja, die boom kunnen we wel doen, deze. Ik wil vet vaak hakken. Oh, dan moet ik dit ook nog weer apart doen. Oh, kijk, maar dan krijg ik dus allemaal hout. Oké. Hier, hakken, hakken, hakken. Hakken, hakken. En zaadjes, wat is dit dan? We gaan naar nieuwe bomen worden. Daar gaan toch echt geen nieuwe bomen doen. Ik moet even kijken hoeveel ik heb. Hoeveel... Wow, dus het gaat echt maar door. Kijk hoeveel ik hier heb. Ik weet niet, volgens mij kan ik hier van alles. Ik wil gewoon even weten tot hoe ver het gaat. Maar het gaat maar door. Ik heb echt zoveel ruimte, dus echt niet normaal. Het is echt niet normaal hoeveel ruimte ik heb voor mezelf. Oh, tot hier. Oh, kijk hoeveel land we hebben dan. En ik kan aan twee kanten ook nog vissen. Hoppa. Oké, nou, ik ga even iets... een mooi plekje. Al die bomen moeten nog even weg en zo. Al die stenen. Oh, kool. Je krijgt dus ook nog kool. Oh, kijk. Kan het ook... met dat ding kan ik ook die zaden wegkrijgen. En eggs. Go, go, go. Oh, mijn energie gaat trouwens wel vet snel omlaag. Als je dit doet. Oh, onze inventaris is vol. Oké. Oh, nee, dat wou ik helemaal niet. Misschien kunnen we wat van dat fiber erin doen. Misschien dat ik dat wel kan verkopen of zo. Oh, kijk. Maar wat is dit dan? Sap. I've heard absent from trees. Oh, oké. Kan ik het niet ergens in doen of zo? Oké, even een vuurtje aan. Kan ik er ook op zitten? Nee. Ik heb niet echt een inventaris of zo, hè? Ook alles in kan doen. Te dik. Nou, hier wil beginnen. Oh, kijk. Oké. Plant the seeds in the spring. Takes 4 days to make. Oké, water hoeft niet, want het regent. Oké, we hebben voor het eerst zaadjes gezaaid, denk ik. Ja, use the dig end and soil. Use the break stones. Oh, misschien dat ik die ook nog wel even kan planten. Ik moet gewoon even die bomen weghakken. Hop, hop, hak, 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 weg ermee. Ook meer ruimte. You started to feel exhausted, oké. Dus dan ben je gewoon moe, dan kan je niet meer. Over exhausted. Ik kan niet meer. Oké, ik moet schijnbaar... Kijk dan, ik loop ook vet langzaam. Maar het is nog niet eens nacht. Ja, kan ik dan iets eten of zo? A fluid op, ja, ik kan dit niet, want het geeft dus min 2 energie. Ik weet niet, misschien moeten we maar even wachten of zo. Ik ga mijn bedje wel in. Laten we gewoon gaan slapen. Oké, deurtje of spring? Dirt of spring, year 1. Oh, kijk, ik heb wel geld verdiend. Met die 70. We hebben 70 verdiend. Oké. Ik heb post. I keep finding cool stuff, but my backpack is full. Does it sound like you? Will Pierce got you covered? Stop by Pierce Daniel Store today and check out our affordable size. See you soon. Oh. Ik wil die eigenlijk wel. Hoe is het met mijn plantjes? Ik moet niet op gaan staan. Hier, ik kan hier alvast wel mooie plantjes maken. Ja. Oh. Dus nu maar wel een beetje water geven. Ik denk dat ik even naar die winkel moet gaan. Ik heb dus niet zo heel veel energie, omdat ik natuurlijk helemaal los ben gegaan. Is dit de winkel? Ja. Oh. Nog even wachten. Ah, hier loopt weer iemand. Laten we gewoon even met hem gaan praten. Of kennen we jou al? Maru, yay! Weer een nieuwe. Oké. Zullen we hier ook in kunnen? Kijk, hier zit weer iemand. Hey kid, the name is Pam. Leuk huisje. Nou, als ik overal dan in kan, dan wil ik dat ook wel eens zien. Hey, it's irritating to have to meet all these new people, huh? George. Now, name is George, by the way. Nou, buzz off. Alright, doei George. Aangenaam kennis te maken. Oh, dat is wel een heel groot huis. Dog. De Stardew Saloon. Laten we hier eens even binnen gaan. Oké. Ja, het is 10 uur. We kunnen die winkel in. Oké, wow. Nee, ik wil dat water niet kwijt. Starter, tulpen, olie. Oké, je kan hier dus ook echt van alles krijgen. Maar ik zou toch ook een backpack kunnen kopen? Ja, ik wil toch wel graag. For sale. Oh, hier! Ik wil toch een backpack? Oh, ik heb het geld niet. Dat is even balen. Even wat tegen hem zeggen. Pierre. Hey, Mrs. Murray, the new farmer. I'm Pierre, owner of the local general store. If you're looking for seeds, my shop is the place to go. I'll also buy produce from your good price. Oké. Nou, dan gaan we maar weer terug naar onze huisje. Misschien moet ik ook maar vissen gaan vangen of zo. Oh, ik kan niet omdat ik te moe ben. Ik ben wel echt zo snel moe. Nou, dan gaan we maar weer slapen. Hey, we worden wakker om 6 uur 's ochtends met een vol energiebalkje. En we hebben post. To our village customers, your team members have removed the landslide caused by your drilling operation near the mountain lake. I'd like to remember you that your drilling operation is entirely legal. Okay. Responsible stewardship of the local. We apologize for any inconvenience that this accident may have caused. As always, we value your continued support and... Oké, wat moet ik hiermee? Ik weet niet, ik kan er niks mee. Zo, hoe is het met mijn zaadjes? Ik wil verder bomen hakken. En stenen hakken. Oké, en ik wil vissen. Dat wil ik sowieso uitproberen. Dit is beter. Oké. Nou, dan maar hopen dat de vis komt. Er gebeurt er niet echt iets. Nou, geen vis gevangen. Oh, wacht. Ik snap hem. Als dat dingetje weer gaat bewegen... Ik denk dat ik dan omhoog moet halen. Dus ik moet goed opletten. Oké. Oh, te laat! Oké, vis is moeilijk. Oké, we moeten denk ik dit nog even wat verder maken. Dit ziet er beter uit, oké. Ik kan nu alles zaaien. Zo. En dat scheelt ook weer mijn inventaris. Nee, niet daar, hier. Oké. Zal ik dit emmertje ook weer kunnen vullen? Het is wel een beetje droog, hè? Dus ik moet het wel goed voorzien van... Oh ja, kijk, daar kan ik het weer vullen. Oké. Nou, onze plantjes hebben water. Ik heb niet zo heel veel energie meer. Geef niets. Ik ga ook even nog in die grot kijken. Nee, dat is voor de volgende aflevering. Hier kan ik niks mee. Oké. Nou, en dan ga ik hiermee deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!